Ja jongens, een hele goede avond en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Gear Talk. Zoals je misschien ziet aan de belichting is dat het al wat later op de dag is. En dat is niet zonder reden, want we hebben namelijk de Richmonkey hoofdlampen erbij gepakt. Hier hebben we de 150 en de 300 van. En ik ga je precies uitleggen wat de verschillen zijn tussen deze hoofdlampen. Ja, en waarom ik deze hoofdlampen zo fijn vind. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste om te benoemen. Ik ben erg te spreken over deze hoofdlampen. Ja, en dan beginnen we bij het kleinste model hoofdlamp. Dit is de VRH150X hoofdlamp van Richmonkey. Ja, het kleinere model van de twee, zoals dat ik net al zei, maar zeker niet minder krachtig als de grote broer. Wel in lumen is die iets minder krachtig. Deze heeft namelijk een lumenbereik van 30 tot 160 lumen. In 5 verschillende straalopties. En wat is het voordeel daarvan? Nou, hij heeft in dit geval een zachte stand, een nachtmodus noemen ze dat. Deze hebben ze zowel in het groen als in het witte licht. Het voordeel van het groene licht is dat het minder ongedierte aantrekt. Dus mocht je op een stack zitten waar je wat last hebt van muggen, werkt groen altijd iets beter. Ja, de witte stand is natuurlijk makkelijker om spullen te vinden in de tent. Ja, en dan heb je ook nog de hoogste stand, de verstralerstand. En die heeft 160 lumen. Ja, in de lage stand, dus in de nachtmodus, zoals dat Richmonkey dit noemt, heb je ongeveer 360 uur aan brandtijd. Ja, kom je bij de verstraler, dan zit je op een 80 uur. Ja, die verstralerstand die heeft mij al een aantal keer goed geholpen. Vooral in mistige omstandigheden of omstandigheden waar je wat verder over het water moet kijken. Ja, werkt deze hoofdlamp meer dan geschikt. Het is een fijn en compact model, dat vind ik ook wel prettig. En dan over het model zelf te spreken. Aan de zijkant heb je in dit geval een oplaadpoort. Dit is met een ouderwetse micro USB. En je hebt een aan- en uitknop op zowel de onderkant als de bovenkant zitten. Ja, en dan zijn we nu bij de grotere broer. Dit is de Richmonkey VHR300X. Ja, in dit geval zegt die 300 ook al wat over het aantal lumen dat hij heeft. Hij zit namelijk wat hoger dan de 150. Deze hoofdlamp gaat van 60 tot 200 lumen. En heeft ook weer 2 verschillende kleuren. Dus hij heeft zowel groen als wit licht. En heeft in zowel groen als wit licht die nachtmodus. Ja, die zit weer rond hetzelfde aantal lumen als dat hij bij de 150 zat. Hij heeft een middenstand, dus die zit ergens zo rondom de 100 lumen. Is ook iets krachtiger als bij de 150. En heeft in dit geval een verstraler en die heeft 200 lumen. Ja, 200 lumen is in dit geval ongeveer 80 tot 90 meter wat je ermee kan schijnen. Dus best wel een behoorlijke afstand. Het model zelf is nog steeds compact. Batterij is ingebouwd, zit dus niet aan de hoofdband vast. Ben ik ook wel voorstander van. Heeft ook weer aan de boven- en de onderzijde een knop, zodat je hem niet verkeerd om op kan opzetten. Heeft aan de zijkant dan ook weer die USB oplader. Dus ook deze is weer rechargeable. Ja, stevige hoofdband is ook wel prettig. En ik vind wel van de twee hoofdlampen die we dan nu bespreken, dat deze hoofdband wat prettiger zit. Het is een soort gevoerde hoofdband. Dus ja, daar gaat mijn voorkeur wel naar uit. Vooral als je hem heel de avond op je hoofd moet hebben. In sommige situaties kan het namelijk wel eens handig zijn om hem gewoon op te houden. Dus ja, zeker is dit model wel echt een aanrader. Heeft een oplaadtijd van ongeveer 4 tot 5 uur. En in die nachtmodus heeft hij 360 uur brandtijd. En in de lumen, in de hoogste lumenstand, heeft hij ongeveer een brandtijd tot 90 uur. Dus ja, je kan echt wel een behoorlijk end schijnen met deze hoofdlamp. En je kan hem echt wel een behoorlijke tijd gebruiken. Dus het zijn twee hoofdlampen die zeker geschikt zijn voor het toch wel wat donkerdere najaar. Of voor de wat langere nachten in Frankrijk. Maar ook zeker voor de korte sessies die je snel overdag of 's ochtends vroeg draait. Is het een hoofdlamp die je absoluut niet kan ontbreken in je tas. Ja, mocht je benieuwd zijn naar deze twee hoofdlampen, dan zorg ik ervoor dat ze hieronder in de bio staan. En verder, laat alsjeblieft je comments achter als je een vraag hebt over deze hoofdlampen. Subscribe op ons kanaal, like deze video en dan hoop ik je te zien bij de volgende Gear Talk.